Grachtengordelgedicht met duur eten. Na het elkaar niet omhelzen en het bespreken van het elkaar niet omhelzen. Na de Vitello Tonato, de Salt in Bocca en het viertal glazen witte wijn. Dit gesprek met de 87-jarige vriendin over het wel of niet doorgaan met publiceren. Als je op leeftijd bent en misschien niet meer beschikt over de scherpste pen. Vloeit jullie gesprek over in het vergelijken van verliefdheden. Het verschil in temperament. Na de extra limoncello die na de limoncello van het huis nog besteld moest worden. Aan het einde van het gesprek dat je in eerste instantie wilde afblazen vanwege je droge keel. Kijk je de vriendin aan die betaald heeft voor je eten. Je geeft haar een knuffel, een dunne kus op de wang en begint meteen je te verontschuldigen. Ze wuift het weg en zegt in een zijstraat van de Jordaan, waar fietsen net wat te dicht op elkaar staan, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. In de half lege tram naar huis gaat het door je heen. Het heeft mij goed te pakken, dit wikken en dit wegen. Maar nog niet stevig genoeg.